1000 dagen in de Kamer, een prestatie op zich. En dus feliciteren we verschillende Kamerleden met hun hoogte en ook met hun dieptepunten. En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet. En we gaan nog niet naar huis, want moeder is niet thuis. U zit 1000 dagen in de Kamer. Ja, fantastisch. Felicitatie, Bart. Ja, dank je zeer. Ik hoop dat het er nog een paar duizend extra worden. Wat heeft u bereikt in die 1000 dagen, is dan de vraag, hè? Ik heb onder andere iets gedaan voor accountants. Die moeten beter boeken controleren. Gaap. Bij die accountants was het niet gaap, maar van oei, oei. Ik zit 1000 dagen in de Kamer. Leuk. Is dat leuk? Voor wie eigenlijk? Ja, nou, het was mij niet opgevallen dat het 1000 dagen was, maar het lijkt mij voor jullie in ieder geval heel leuk. We hebben wel gelachen. Ja, nou, het was, we hebben bijzondere dingen meegemaakt in die 1000 dagen. Dus wat mij betreft gaan we voor nog 1000 dagen met Po-nieuws erbij. Wat vreselijk, 1000 dagen in de Kamer, ook u? Nou, vreselijk niet, maar... Nee, vind ik. Dat mag, ja. Vrijheid van meningsuiting, ook hier in Nederland. Wat wel zo is, is met het werk in Den Haag, dat het in ieder geval absoluut geen sleur is. Nee, het is altijd spannend, dat klopt. Ja, en er is ook veel meer... Zeg dat nou zonder te lachen? Ja, het is altijd spannend. Nee, zonder te lachen? Zonder te lachen, ja, ik lach gewoon, omdat ik mijn werk leuk vind. 1, 2, 3. Ja, toch. Ik ben geen pop, ik ga niet aan hoepel springen voor jou, kom op. Kijk, dit is in ieder geval niet het leukste van die 1000 dagen, dat is in ieder geval duidelijk. Nou, tot nu toe vind ik dit wel de meest eervolle baan die ik kan hebben. Hè? Want ik spreek namens een hoop mensen. Ook namens jou, zeg maar, hier in de Kamer. En, dat is natuurlijk niet namens mij, hoor. Ook namens jou, namens alle mensen in Nederland. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat dat kan. Nee, toch? Je spreekt toch namens jouw achterban? Nou, maar daarbuiten. Ook? Nee, maar daar hoor jij ook bij. Ik weet niet of je bij dat dacht ik niet, dat dacht ik niet. Het waren 1000 fantastische dagen. Wij herinneren in die 1000 dagen toch vooral dat hoedje, hè, met die kaart. Ja. Yeah. En dit is toch wel weer de aanleiding om dat even te laten zien. Nee. Iedereen heeft wel een slip of de pen of hoe je het noemen wil. Maar... Ja, was dat zo? Ja, vond ik wel, ja. Toch leuk. U bent toch mens? Ja, klopt. Maar soms achteraf denk je wel eens van, nou ja, de volgende keer zou ik dat niet meer zo doen. Dus dieptepunt in de 1000 dagen? Qua persoonlijke performance, ja, durf ik wel te zeggen. Dan gaan we er nog een keer naar kijken. Ja, als jij dat wil doen, graag. Maar dan praat ik een paar weken weer niet met je, dus moet je zelf weten. Slurp, tjak, tjak. Tjak, tjak, slurp, slurp. Slurpie, slurpie, tjakkie, 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 tjakkie. Slurpie, slurpie. En dan zeggen wij dus tegen Henk en Ingrid... Koning, keizer, admiraal, bezuinigen moeten we allemaal. Er zijn er een paar vandaag, die zitten er 1000 dagen. U bent de grootste klever hier in Den Haag. Nou, of ik kleef, weet ik niet. Maar ik zit er inderdaad al een poosje. Hoe lang? Ik geloof 14 jaar. 14 jaar? Ja, ja. Wat moeten we doen om u weg te krijgen hier? Ik weet het niet. Heel lelijk tegen me doen misschien. Helpt dat? Nee hoor. Zeg het maar hoor. Nee hoor, nee. Als ik bij u het dieptepunt moet zoeken van die 1000 dagen, dan weet ik hem wel. Dat was de eerste uitzending met Po-nieuws zeker? Nou, wij hebben een persbericht uitgegeven. Doe Poont de das om. Bij jullie staat centraal, hard, brutaal, rauw. En wij vinden eigenlijk als je met publiek geld gefinancierd wordt, zijn dat nou niet de kernwaarden die belangrijk zouden moeten zijn. Wat vond u ervan de manier hoe wij Greta Duisenberg hebben benaderd? Dat fragment heb ik niet gezien. Wij hebben iets uitgehaald met Sinterklaas. Niet gezien. Het interview met René Daan heeft u niet gezien? Nee. Ik hoop dat ik er iets van geleerd heb, want dat is dan het belangrijkste in de politiek. Dat je je fouten inziet en dat je ervan leert. Wat wel opvalt is dat we na dat moment bent u bij ons een soort van de vriend van de show geworden. Nou ja, dat heeft u dus wel ergens gebracht. Ja, maar van je fouten moet je leren, zeg ik altijd. En volgens mij hebben we een redelijk open verhouding opgebouwd. En als jullie goede vragen hebben, probeer ik niet al te slechte antwoorden te geven. Nog 1000 dagen erbij? Op zijn minst. Nee, toch? Ja, wel. Je bent een jonge fan, maar maak wat van je leven, joh. Ga wat leuks doen. Ja, ik zal erover nadenken. 1000 dagen? Nou ja, vandaag is de dag dat het 1000 dagen is. En ik hoop er nog 1000 bij te doen. Dank u wel. Goed gedaan. Graag gedaan. Oké. Ga door, hè? Ik heb geen sjaal bij me.